Ze trainen om de twee weken en staan klaar voor de Belgian Homeless Cup. Ze zijn dapper en sportief. Ze hebben het niet gemakkelijk, maar blijven positief en zoeken de kracht om terug op eigen benen te staan. Luister mee naar hun verhaal. Ik ben Ronny, verbonden aan het straathoekwerk en ook specifiek aan het project van de Homeless Kent Homeless voetbalploeg. Wat is dat juist, de Homeless Cup? Het is eigenlijk een ontspannende vorm om mensen te verbinden die het sociaal wat moeilijker hebben. En het is meer op voetbal. Hè. Er komen ook supporters bij. Die mensen zetten zich ook in voor andere projecten. Allee, van alles en nog wat. En er is ook een kookploeg nu bezig voor het gezellig samen zijn. Ik ben Pierre van der Veeken. Ik werk voor de communitywerking van AA Gent voor voetbal in de stad. En ik ben de sportief coördinator en de coach van de Gent Homeless Blue White. Zowel van de mannen als van de vrouwenploeg. Wat betekent het voor hen om hier te kunnen voetballen? Heel veel. Het is voor hen een manier om in een andere omgeving terecht te komen. Een veilige omgeving waar dat ze op een gezonde manier gaan bewegen. Maar het gaat eigenlijk over veel meer dan dat. Wij proberen te werken rond voetbal. Wij gaan dus voetbal gaan gebruiken als middel, als hefboom om mensen te gaan motiveren, te gaan verbinden, om in te zetten op normen en waarden en ga zo maar door. Het is de bedoeling dat we de mensen gaan helpen door middel van die voetbaltraining. Mijn naam is Bart. Hoe lang voetbalt je hier al? 3 jaar, 2,5. Een Mechelen toernooi gewonnen in Brussel. Ook eentje. Dus we hebben een paar bekers binnen. Wat betekent het voor jou om hier te kunnen en mogen voetballen? Mogen spelen voor AA Gent en uitkomen voor AA Gent, Homeless Blue White, is veel. Als je een persoon bent die supporter bent van AA Gent, hart en nieren, is dat mooi meegenomen. Ik ben Michelle, ik ben mislukte ervaringsdeskundige. Ik heb ooit 11 jaar gewerkt bij Kind en Gezin. Mm-hmm. Ik deed mijn werk te goed, daarmee ben ik ontslagen. Veel problemen. Ik ben moeder van pleegkindjes en eigen kinderen. Is het hier een plek om alleen te voetballen of ook samen te komen en met een soort van vriendinnen over problemen te kunnen praten? In de eerste plaats wordt dat gedaan. De eerste keer dat ik geweest ben, ken ik niemand. En de tweede of een derde keer, we hebben elkaars problemen dan aan bepraat. En iedereen heeft natuurlijk veel problemen, dat was normaal. Ze worden allemaal meestal al scheef bekeken, dat ik niet oké vind. Dus ik maak het mee en iedereen maakt dat mee en dat ontmoedigt wel redelijk. We steunen wel elkaar. Als er echt iets is, wordt er naar elkaar sms'd of zo, of kun jij afkomen. Dan spreken ze bij een bepaalde persoon, bij mij of bij iemand anders af en dan bespreken we dat. En proberen we te helpen hoe dat kan. Ik moet zeggen, ik weet nog zeer goed de eerste keer dat ik een training moest geven. Dat ik met knikkende knieën uit de auto stapte. Want het was niet evident mijn eerste training geven. Maar ik moet zeggen dat het reuze goed meevalt. Het zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk prachtige mensen. En als je ziet hoe dat ze groeien en wat dat ze hebben aan dit project, dan haal je daar zelf ook wel heel veel voldoening uit. Ik heb zelf ook heel veel bijgeleerd. We willen toegankelijk zijn voor iedereen. Dus is het ook wel zo dat er om de zoveel tijd een nieuwe speler bij komt. Zeker, dat is ook wel de bedoeling dat dat in de toekomst behouden blijft. Wij willen zeer open zijn voor alles en iedereen. Het is een uitdaging. Ja. Als je niet weet wat straatvoetbal inhoudt, is het altijd leuk voor eens te komen kijken.